بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، قوم بعد تعرف ذا أوف ليفرينج من بوك 40 النووية. فنداخ أوف ليفرينج من طفيل صلى الله عليه وسلم قرن عزاخ حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. أغطبه هاد بهورت إيمان سود خود إسلام بهورت إيمان سود إسلام دات هاي زيخ نيت بمويت من داتخينة وات هم نيت آنغات. أوف ليفرينج بستان دات انكلة وورده دي أم دي ألمفاتن زين دا غروتة بتيكنس. In het begin de overlevering weergeeft يعني dat de mensen het gaat om de maat van het geloof, dat is daarin van elkaar verschillen. Sommigen hebben sterk geloof, sommigen hebben zwakkere geloof. Maar behoort tot iemands goede geloof, oftewel de compleetheid, de volledigheid daarvan. En dat hij, en die, dat, als iemand deze gradatie heeft bereikt van geloof, dan brengt hij zich niet in of hij bemoeit zich niet in met andermans zaken. Dus wanneer een persoon zich niet inmengt in andermans zaken, dan heeft hij een van de grootste gradaties bereikt van zijn religie, zijn geloof. Dus het laten omwille van Allah subhanahu wa ta'ala wordt tot een sterke geloof. Wat hier ook onder valt, dat men verboden zaken vermijdt. Deze zaken die verboden zijn voor een moslim, dat is iets wat ook hem niet aangaat. Het hoort niet tot iets wat een gelovige doet. Het laden van roddel, laster, liegen, bedrog, praat. Nu word je beloond, zoals je ook wordt beloond voor het verrichten van aanbiddingen. Het betreft het niet bemoeien met hetgene wat jou niets aangaat. En dit gaat om wereldse zaken. Het betreft daden en uitspraken. Sheikh Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala zei. En vooral wanneer men ernaar streeft om zich in te mengen in andermans zaken. Waar hij wat hem niets aangaat, waar hij geen profijt aan heeft. En hij doet dit met nieuwsgierigheid. Hij doet dit om op de hoogte te blijven van alles en nog wat. Dat te maken heeft met andermans geloof en wereldse zaken. En Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala zei, vroomheid is verzameld in enkele woorden van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Hij zei, min islam il mar'i tarku ma la ya'ni. Terwijl goed islam, terwijl de compleetheid, de ledigheid, de perfectie van het geloof, dat hij zich niet bemoeit met datgene wat hem niet aangaat. Dus hij men zich niet in zaken waar hij geen nut aan zal hebben. Terwijl geen goede aanvulling zullen hebben op zijn religie of op wereldse belangen. Dus het kunnen zaken zijn dat betrekking heeft op het kijken, het luisteren, het lopen en andere zaken. Dus wanneer een persoon deze zaken laat wat hem niets aangaat, dan heeft hij de grootste gradatie bereikt van het geloof. Dat het besef dat Allah subhanahu wa ta'ala hem ziet en hoort. Daardoor hij zal zich schamen om in een overtreding te begeven. Als voorbeeld dat je ziet hoe zwak onze geloof vandaag de dag is. Als een leider bijvoorbeeld die machtig is, grote rijkdommen heeft en in zijn paleis gaande uit meerdere diepingen toevertrouwt aan zijn dienstjongen. Hij zegt van ik ga weg. Ik laat dit achter aan jou. Mijn gezin is hier, zorg voor hem, bewakend enzovoort. En hij heeft hem volledig in vertrouwen genomen. Vervolgens, wat doet deze jongeman? En die gaat bijvoorbeeld gluren wat zijn vrouwen aan het doen zijn. Hij kijkt door de deur, door de sleutelgat van de deur, om naar zijn vrouw van deze machtige leider. En de machtige leider, dit moment, hij kijkt naar de hoogste verdieping en hij ziet hem zo beneden gluren. Volschamend, hij wist hij niet hoe hij daarop moest reageren. Dus deze schaamte, mijn overtreding, betreden, en dat moeten wij in ons hebben. Dat wij geen zondes gaan uit vrees voor zijn bestraffing. Beseffen dat Allah subhanahu ons dus ziet en hoort en ons zal afrekenen op onze daden. En als dit in ons hart geeft, dan hebben we een hoge gradatie bereikt van het geloof. Er zijn een aantal profijten die wij kunnen trekken uit deze overlevering. En het laten van onzingesprekken en nieuwsgierigheid en het duidt op de perfectie van iemands geloof. En tweede, het is overlevering, spot je aan om je tijd goed te benutten. Dat is het voordeel van een dienaar. Die zal je tijd besparen, je religie veilig stellen. Als je kijkt vandaag de dag, vele mensen verspillen hun tijd. En zeer zeker voor de corona. Bijvoorbeeld mensen in cafés hangen, uren lang. En dag in dag uit, week in week uit. Je hele leven zit in een café. Voordat ze het weten, hebben ze 30 jaar, 40 jaar besteed in de cafés. Dus je zal de overlevering spot je aan om je tijd goed te benutten. Je gaat naar werk, juist intentie om je gezin te verzorgen, onderhouden. Als je tijd hebt, ga je naar de moskee, ben je lezingen, bezoek je familie. Het spoort je aan om meer goede zaken te verrichten. 3. Afstand nemen van onbelangrijke
belangrijke zaken. Hier, het inmengen in andermans zaken leidt tot conflict. Vijf, het niet inmengen in andermans zaken brengt rust met zich mee. En ook jouw eer wordt beschermd. Dat zie je ook in het hedendaagse leven. Mensen in je ringen. Sommigen willen graag inmengen in de problemen die ze gaande doet. En sommigen houden afstand. Je ziet dat zo'n persoon die altijd afstand houdt, gewoon rust heeft. Degene die geen afstand houdt, altijd zegt wil inmengen. En dat er altijd wel problemen zijn. De overlevering duidt op een geweldige karaktereigenschap waar vele mensen van houden. En dat moet je ook zelf erkennen. Iemand waarvan je weet, hij mengt zich in alle zaken. Je voelt geen rust om je geheimen te vertellen aan zo'n persoon. Tegendeel de anderen die er niet van houden om zich in te mengen in andermans zaken. Als je geheimen hebt, dan wil je dat ook graag vertellen aan hem. En je vertrouwt erop dat hij het niet door gaat vertellen. Dus dat is de persoon aan wie je dingen kan vertellen. Ja, nee, zelfs je beste vriend kan je misschien dingen niet vertellen. Je weet dat hij het misschien gaat verspreiden. Maar zoals wordt gezegd, ja, nee, als je het vertelt aan je beste vriend of vriendin, onze zusters. Nee, dat volgende week, ja, nee, heeft iedereen het aan zijn beste vriend of vriendin verteld. Dan weet iedereen het. Dat zijn slechts enkelingen aan wie je geheimen kan vertellen waarvan je weet. Nee, deze persoon, ja, nee, gaat niet verspreiden. Houd het voor zich, want hij jou adviseren. Doet hij dat? Zo niet. Dan laat hij het bij zich. De overlevering duidt erop dat men zich moet inspannen om zich bezig te houden met zaken waar hij profijt, waar hij nut van heeft. Het een goede doet voor zijn religie of wereldse zaken. Het gebed, het vasten, het afdragen van de zakat. Liefdadigheid. Dus een overlevering staat. Ihris ala ma yanfa'uk. En je wees waakzaam op hetgeen waar jij nut van zal hebben. Dus door je niet in te mengen met andermans zaken, zul je rust en kalmte ondervinden. Dat zie je. Heel veel voorbeelden. Dat zie je voornamelijk bij de Sa'afiqa. Diegene die zich graag willen inmengen, en die heeft dat gezegd, en die heeft dat gedaan, enzovoorts. En dat zij geen rust hebben. En zijn sommigen onder hen hebben zelfs geen nachtrust. Niet slapen. Zo ziek zijn deze mensen. Ibn Malik, rahimahullah ta'ala. Zij over Uqman het hem het gevraagd ma belagak ma nara yuridun wat over inhoud hoe komt het dat jij zoveel met zoveel zaken bent begunstigd. Ja, Uqman alayhi salam was ook heel wijs, werd vaak gevraagd veel kwesties. Waar heb je het allemaal aan te danken, zoveel gunst, waaronder wijsheid? Antwoordde Uqman, sidqul hadith da'ul amana wa tark ma la ya'nini. Oftewel, de waarheid spreken. Eerst, sidqul hadith wa da'ul amana, het toevertrouwde teruggeven. En het derde, mij niet inmengen die mij niets aangaan. Niet inmengen in datgene wat mij niets aangaan. En Hassan radiyallahu anhu zei in overlevering, min alamat aradillahi ani al-abdi an yaj'ala shughlahu fi ma la ya'ni. Een van de tekenen dat Allah subhanahu wa ta'ala van zijn dienaar heeft afgekeerd of afkeert. Van het teken dat Allah subhanahu wa ta'ala zegt van zijn dienaar afkeert, dat hij hem laat bezighouden in zaken waar hij geen nut van zal hebben, wat hem niets aangaat. Dus voorpijn is deze overlevering de uitleg past dat geden toe in je hedendaagse leven. En je zult subhanahu wa ta'ala een hogere gradatie bereiken in je religie en meer rust, kalmte.